ad interim minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Krishna Kumari Mathura, zegt dat de ontevreden leerkrachten, aangesloten bij de Federatie Instellingen Bijzonder Onderwijs, FIBOS, gelijk hebben om boos te zijn. Mathura vertelde eerder deze week aan journalisten dat zij de petitie die de groep heeft ingediend bij haar ministerie heeft doorgenomen. De ambtenaren hebben in de petitie opgenomen dat zij hun tegemoetkoming niet hebben ontvangen en onder gebrekkige omstandigheden moeten werken. Het gaat erom dat een aantal punten inderdaad terecht in de petitie zijn opgenomen. De mensen zijn bijna 6 maanden in dienst, maar het is, hoe moet ik het zeggen, bij FIBOS in dienst, dus bij een school en het ministerie betaalt het salaris. En de stukken zijn gewoon heel laat binnengekomen, waardoor, want het gaat door een hele procedure van RVM, RPA, en dan wordt een beschikking gemaakt en dan komen ze op de rol. Dus dat is de procedure, maar ik heb nu, de stukken zijn echt laat binnengekomen, waardoor ze hun geld niet hebben ontvangen. En 6 maanden is inderdaad heel lang. Dus ik heb met de directeuren gesproken om het proces te bespoedigen, zodat ze toch zo snel mogelijk hun stukken kunnen krijgen. En we gaan dit evalueren en vragen dat mensen heel snel de stukken sturen. De minister benadrukt dat hetgeen is gebeurd zich niet meer mag herhalen. De leerkrachten moeten de salarissen heel gauw krijgen, zegt de bewindsvrouw. Het besluit is ook genomen dat ze vertrekken nadat ze hun salaris hebben gehad, waardoor ze goederen kunnen inkopen en dat kunnen meenemen. Wij zijn bezig ook te kijken hoe we die problemen duurzaam kunnen oplossen. Niet alles gaan we direct kunnen oplossen, maar een aantal problemen moeten duurzaam opgelost worden. Pompen, hydrofoors, waterinstallaties, etcetera, etcetera. En dat vraagt geld. De bewindsvrouw zegt dat de watertekorten in het binnenland ook een belangrijke rol spelen in al de gebrekkige omstandigheden die de leerkrachten ervaren. Hierdoor ontstaan er ook onhygiënische situaties die structurele aanpak behoeven.